Heb jij dat nou ook? Zo'n stapel foto's waarvan je denkt, daar wil ik nog zo graag een keer een fotoalbum van maken? Dat had ik ook en ik herken het helemaal. En ik heb een manier gevonden hoe je binnen een uur een geweldig album in elkaar kan zetten. Hoe ik dat doe? Het zijn 3 simpele stappen en ik deel het met je in deze video. Naast deze 3 stappen deel ik ook met je een tip waarmee je je fotoalbums echt helemaal customized kan maken. Ik ben Tino van Dutch Nomad Koppel en als content creators reizen we continu de wereld over en maken foto's en video's van ons nomadische leven. Deze foto's delen we op Instagram en de video's uiteraard hier op YouTube. Maar we maken nog zoveel meer foto's en we voelen sterk de behoefte om van heel veel mooie herinneringen een album te maken. Iets tastbaars wat je vast kan houden en door kan bladeren, omdat dat de beleving en de herinnering gewoon nog sterker maakt. En zo wilde ik al langere tijd een mooi album gaan maken van onze reis naar Tinos in Griekenland. Een eiland waar we verliefd op werden en waar we zo fijne tijd hebben gehad. Dus reden te meer om dat te gaan doen, maar het lukte maar niet. Er zat een blokkade of ik zag het tegenop. Want hoe ga ik vanuit heel die berg met foto's nou uiteindelijk komen tot een album? Uiteindelijk ben ik het gewoon gaan doen en heb ik het gemaakt. Maar nu terugkijkend zie ik dat er 3 stappen zijn die ik doorlopen heb om tot dat album te komen. Dus het zijn 3 stappen. Selecteer je foto's, groepeer de foto's en importeer ze uiteindelijk in de software waarmee je dus het album kan gaan maken. De grootste barrière zit vooral in het selecteren van die foto's. Misschien herken je het wel. Ze zitten overal op je iPhone, op je computer, bij Angela op de computer en op de telefoon. En hoe ga ik dat nou samenbrengen? Nou, dat is het selecteren. En het mooie is, je hoeft er helemaal geen ingewikkelde tools voor te hebben. Sterker nog, de software en de tools die je ervoor kan gebruiken, heb je waarschijnlijk op je telefoon in je broekzak zitten. En de eerste is heel simpel. De mooiste foto's gewoon een hartje geven. Dus bij je favorieten toevoegen. Gaat helemaal vanzelf. En dat heb ik gedaan terwijl ik een koffietje dronk ergens. Of in een park ergens zat terwijl Filou aan het spelen was. Ja, die verloren uurtjes. En zo kreeg ik uiteindelijk een hele selectie van verschillende foto's. En die heb ik bij elkaar gebracht in foto's van Apple. Maar ik weet zeker, op Windows heb je ook een app waarmee dat kan. En al die foto's bij elkaar heb ik geëxporteerd naar een mapje op mijn bureaublad. En daar heb ik ze even laten staan. Ik denk een nacht, 2 nachtjes geslapen. En toen ben ik er weer eens naar gaan kijken. En heb ik daar weer een selectie overheen gemaakt van echt de allermooiste foto's. Of anders gezegd, de foto's die ik toch niet zo mooi vind, die eruit gegooid. Na die selectie is de tweede stap en dat is het groeperen van de foto's. Ik heb het gedaan op groeperen voor het strand. Ik heb ze geselecteerd toen we naar een stadje gingen of in de speeltuin. Een keer uit eten, bij ons huis. Zo heb ik er verschillende groepjes van gemaakt en dat min of meer bij elkaar gezet. Ik moest vooral een verhaal vertellen. Zoals deze video een verhaal vertelt, wil ik dat het fotoalbum uiteindelijk ook het verhaal vertelt van onze tijd in Tinos. En dat zijn natuurlijk gewoon herinneringen die je bij een bepaald moment hebt. Maar ook gewoon even laten zien hoe dat stadje eruit ziet of de omgeving. En dan de laatste stap, dan ga je de foto's importeren in de foto-app waarmee je het album gaat maken. Wij hebben gekozen voor de fotoboeken van CW. Waarom? Er is 1 belangrijke reden en dat is namelijk dat je bij CW als enige een album kan krijgen waarbij de foto's belicht worden op fotopapier. En waarom vind ik dat nou zo mooi? Zeker als content creators geeft dat de briljantie, de ruimte, echt het maximale weer van wat een foto in zich heeft. In het verleden deden we wel eens foto's in zo'n geprint album. Bij Apple bijvoorbeeld of Albelli. CW heeft dat ook, geprinte albums. Maar de kwaliteit vind ik toch minder mooi. Het is dunne papier, het is wat fletser. Maar ik ga je meer laten zien van die app. Dus ik spring nu even op de fiets. Terwijl ik terug naar huis fiets, schiet me ineens te binnen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Van welke reis of welke gebeurtenis zou jij nog graag een fotoboek willen maken? Laat het in de comments onder deze video achter. Tijd om de computer in te duiken. Ik ga je laten zien hoe ik de foto's geselecteerd heb, gegroepeerd en uiteindelijk importeer in de app van CW. En daarmee automatisch je album gemaakt wordt of je fotoboek. De app van CW heb ik alvast geïnstalleerd op mijn computer. Dat is ook het enige wat je hoeft te doen. Al de andere apps die ik gebruik zijn standaard applicaties van de Mac. Maar dat zal op Windows niet anders zijn. Voor het selecteren van de foto's maakte ik dus gebruik van de tools die op de computer staan. In dit geval op de Mac en dat is het programma Foto's. In de bibliotheek ga ik naar de jarenoverzicht en dan 2020. En dan in de verschillende maanden. Nou, ik weet dat we in oktober richting Tinos gingen. En daar staan alle foto's en video's. Dus die klik ik aan. Als ik zeg, nou, dit vind ik een mooie foto. Geef ik de foto hier een hartje. En daarmee komt die automatisch in de map favorieten terecht. Een andere manier is dat je het gelijk in het mapje van Griekenland Tinos gooit. Die heb ik hier aangemaakt, waar dus alle foto's terecht gaan komen.
Dat is net welke keuze je maakt. Maar wat ik echt heel handig vind is zoeken op plaats. Nou, dit zijn alle foto's die we in Nederland gemaakt hebben. Maar als ik dan even scroll naar Griekenland. Kijk, zie je hier de foto's die we gemaakt hebben toen we naar Tinos gingen. Nou, hier 11 fotootjes gemaakt in de buurt van Athene. Dat zullen de foto's zijn van het vliegveld. Ja, zie je, dat klopt. Dus daar kan je ze gelijk vandaan halen. Ja, en hier de foto's die we gemaakt hebben dus op Tinos. Toen ik alle foto's geselecteerd had, de stap die ik daarna gedaan heb, is alle foto's selecteren. En dan vanuit hier exporteren. 117 foto's. Maximale kwaliteit, een JPEG. En die exporteer ik uiteindelijk naar een mapje op mijn bureaublad. Die maak ik aan. Komt op bureaublad staan. En dan gooit hij daar alle foto's naartoe. Nou, hier zie je de map waar alle foto's in staan. Die ik geselecteerd heb. En hier vandaan maak je uiteindelijk nog een keer een selectieslag als je dat zou willen. Of je gaat ze in ieder geval groeperen op zonsondergang, op strand, op locatie van stadjes die je bezocht hebt. Of restaurantje waar je gegeten hebt. Nou, net welk verhaal je zelf wil gaan vertellen. En dan uiteindelijk, de laatste stap is dus het importeren in het programma waarmee je het fotoboek maakt. Dit is de app van CW. En we gaan naar fotoboeken. En dan zie je de verschillende soorten fotoboeken die je kan maken. Ik heb gekozen voor het liggende grote boek, liggend large. Dus die klik je aan. En dan het mooie, waarbij je kan kiezen uit de verschillende soorten papier. Dit is het standaard papier. En hier heb je de serie met fotopapier. Nou, ik kies in dit geval voor mat foto. En trouwens, by the way, dus ook echt mooi is, blijven vlak liggen. Platliggende binding. Dat betekent met panoramafoto dat het mooi vlak is. Ik gebruik de slimme assistent. Maak een voorstel. Hij gaat hem even laden. Dit zijn alle foto's die ik geselecteerd heb en die ik in het fotoalbum heb. Dan zeg ik stijl selecteren. Ik kies gewoon de witte collage stijl. Je ziet dat alle foto's erin gekomen zijn. En hier kan ik dan nu nog allerlei bewerkingen gaan doen. Bijvoorbeeld net even iets meer van Filou in beeld. Sommige er weer uitgooien. Nou, dit vind ik toch niet zo mooi. Ik wil wat meer ruimte hebben. Je kan zelf teksten toevoegen. Je kan achtergronden kiezen. Als je zegt van nou, ik vind het leuk om hier een achtergrondje achter te hebben. Dan gaat dat dus heel makkelijk. Clip arts ben ik zelf niet zo fan van. Maar ook dat gaat heel eenvoudig. Dus je kan er uren mee bezig zijn omdat er fantastisch veel mogelijk is. Een schabloontje eromheen. Nou, prachtig. Ik ben er niet zo'n fan van. Ik heb uiteindelijk gewoon gekozen om alles clean te houden. Maar het is allemaal mogelijk. Wat wel heel erg leuk is, is dat je ook nog een landkaart kan toevoegen. Dus hier kies je een landkaart. Dan ga je uiteindelijk naar de locatie toe. Even kijken of je hem gaat vinden. Ja, nou, eiland Tinos. Ook dit is handig. Hè? Je ziet allemaal groene vinkjes van de foto's die je gebruikt hebt. Of ook als je hem twee keer gebruikt hebt. Dat zie je hier gebeuren. Deze foto op de voorkant. En hier kan je kiezen voor een relief opdruk. Nou, ik vind die gouden opdruk vind ik wel mooi. Ik vind dit een leukere foto op de achtergrond. En dan zou ik hem ook wat kleiner willen hebben. Dat kan zo. Dit is de uitsnede. Met dat rode balletje sleep ik hem dan naar binnen. Als ik deze hier wil hebben, sleep ik hem. Wisselt hij automatisch. Pagina vind ik wat druk. Dan ga ik hier naar indelingen. Ik wil hier uiteindelijk maar twee foto's op hebben. Dus dan pak ik een indeling. Ik vind dit wel een leuke indeling. Een groot foto en een kleintje. Plop. Nou, dit is perfect. Precies wat ik voor ogen had. En dan wil ik die over de hele pagina rand tot rand hebben. Plop. Daar is die. Ik had het gezegd eerder in deze video. Ik heb een tip waarmee je het album helemaal uniek kan maken en die persoonlijke touch kan geven. In dit geval wil ik er graag een quote aan toevoegen. Een quote die wij veel gebruiken. En dat in het lettertype zoals wij dat zelf in onze huisstijl gebruiken. Daarvoor ga ik naar Photoshop, maar dat kan ook in elk willekeurig ander fotobewerkingsprogramma. Ik maak gewoon een nieuw bestandje aan en daarin typ ik de quote. Dreams are only dreams until you wake up and make them real. Een quote die wij veel gebruiken, die we heel mooi vinden. En dat in ons eigen lettertype, of in ieder geval in het lettertype van onze huisstijl. Deze exporteer ik. Wat een lastig woord. Deze sla ik op. Die exporteer ik. Deze quote exporteer ik naar een JPEG-je en zet ik in het mapje op het bureaublad waar ook de foto's van Tinos in staan. Dan ga ik terug naar de app van CW en kijk, onderaan staat de quote. En die sleep ik nu gewoon één op één op een pagina. Ik positioneer hem even, maak hem eventueel iets kleiner en klaar. Zo kan je dus je album helemaal persoonlijk maken en uniek maken. Dat kan je zo gek maken als je zelf wil. Je zou zelfs de pagina grootte kunnen gaan opmaken in Photoshop. Daar je eigen kadertjes en dergelijke in gaan maken. Je kan het zo gek maken als je zelf wil, maar dan zal het wat langer duren dan een uur. En ik wil je nu laten zien hoe je het album in een uur kan gaan maken. Nou, ben je tevreden? Leg een winkelmandje.
Ja, opslaan. En dan is die hier klaar. Het zal binnen een aantal dagen bij ons in de brievenbus liggen. En ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ben jij nou benieuwd naar onze reis naar het eiland Tinos? Hoe we daar gekomen zijn, wat we daar gedaan hebben, maar ook waarom we onverwachts weer terug moesten? Bekijk hier deze playlist. Volg je droom, geniet van je dag. Tot volgende week. Ciao!